Goedendag, ik ben Pascal Smet, minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel. Eigenlijk zeg ik soms ook ineens minister van de toekomst. Maar als je de toekomst vorm wil geven, is het heel belangrijk om het verleden niet te vergeten. Daarom vragen we aan onze scholen om aandacht te besteden aan herinneringseducatie en aan vredeseducatie. We hebben weliswaar geen apart vak in ons onderwijs, waar we vragen om over de oorlog te leren of met herinneringseducatie bezig te zijn. We hebben ervoor gekozen om dat in meerdere vakken te doen. We noemen dat vakoverschrijdend werken. En je zal een aantal voorbeelden van scholen zien of gezien hebben. Dat zijn niet alle projecten. We hebben andere projecten ook nog. En telkens zal die toetssteen opnieuw aan bod komen. En we ondersteunen daarbij heel wat instellingen. Het is belangrijk dat jongeren weten wat er gebeurd is. En om in de toekomst het niet opnieuw mee te maken, vinden we het belangrijk dat onze kinderen niet vergeten. Veel studiegenot vandaag. Dames en heren, mag ik u eerst en vooral van harte welkom heten in het bijzijn van de kinderen voor een speciale aandacht te vestigen hier op dit oord aan de ter dood veroordeelden. Sedert 1990 zijn we hier bij het Sint-Josefs Instituut College gestart met een poppentheater. Om de twee jaar is een project waarbij leerlingen poppen maken, met die poppen spelen en we spelen dit voor een levend publiek. Ik studeer hier in de KAAT Horeno in Torhout. Hier op school hebben we dus keuzevakken en je mag zelf kiezen wat je doet. En herinneringseducatie is eigenlijk één van die vakken dat je kan kiezen. Dus het vak herinneringseducatie bestaat eigenlijk niet in het middelbaar onderwijs. Het is een vakoverschrijdend eindtermen die moet nagestreefd worden. Ik wil eigenlijk met het keuzevak heel veel informatie, bagage meenemen naar mijn latere lessen die ik zal geven betreft de Tweede Wereldoorlog of eventueel de Koude Oorlog. Hallo, ik ben Hermien en ik ben Sapo. Wij zitten op de school basisschool Twelgenhof in Vlaanderen. Wij hebben in de klas veel geleerd over de oorlog van de Eerste Wereldoorlog, omdat het bijna 11 november is. Nu gaan we kijken hoe dat het allemaal eruit ziet. In het jaar 2002 hebben we het stripverhaal van Art Spiegelman, Maus, in beeld gebracht. Daar hebben we dan zodanig goed mee gescoord dat we een prijs behaald hebben van de Kroon op het Werk. Een project ook in het kader van Canon Plus. Dit keer gaan we een poppentheater maken rond het thema van de film Sophie Scholl. Sophie Scholl is een universitaire in München die in 1943, Tweede Wereldoorlog, betrokken geraakt in het verzet van de studenten tegen Hitler en de nazi's. Ik speel Sophie Scholl en dat is de hoofdpersonage. Ik denk dat ik vooral de personen nu echt leer kennen in Wereldoorlog 2. Je voelt ook mee met een personage en je hebt er ook een heel beeld rond en een decor rond en emoties rond. En ik denk als je dat te zien krijgt en te horen krijgt, denk dat je dat veel langer zal bijblijven. Het oord ter gefusilleerden of executieoord was vroeger voor de Eerste Wereldoorlog een schietbaan reeds van in 1900 en gebruikt door de burgerwacht. Niet minder dan 52 burgers werden hier van hun leven beroofd. Gustave Mus, Emile Aloïs van Geluwe,
Alois Windels. Camille Ottever. Jean Beek. Jean de Bel. Het is ook de bedoeling dat we zelf een interview maken. Dus we zoeken eigenlijk naar personen in onze omgeving die nog iets kunnen vertellen over de Tweede Wereldoorlog, wat ze zelf meegemaakt hebben. En ik heb persoonlijk voor mijn grootmoeder gekozen omdat ik zelf al veel verhalen gehoord had van haar. Maar nu kreeg ik eigenlijk eens haar totaal verhaal en kan ik het eigenlijk eens op film zetten zodat de rest van de familie dat ook eens kan horen. Hij heeft dan ook bijvoorbeeld nog deze krant meegegeven. Dat is een originele krant van 25 september 1941. En ze vond het wel eens interessant om mee te geven met mij. Na de pasvakantie is er een excursie die we doen naar Polen. Het eerste stukje is naar Lublin, naar die universiteit waarmee die studenten nu zelf zijn opgestart in herinneringseducatie. Als bijkomende voorbereiding op de excursie hebben we ook de opdracht gekregen om bepaalde silhouetten uit te werken. Die silhouetten zijn personen die van Polen afkomstig zijn uit de buurt van Lublin, dus waar we naartoe gaan op de excursie. Waar gaat het heen? Ik kan het toch niet alleen. Soms denk ik bij mezelf. Het is toch best wel een emotionele dag. Allee, als je zo ziet met de meeste mensen. Ze zijn allemaal heel serieus. En dan vind ik toch tof dat wij onze muzikale bijdrage kunnen. En het goede eraan is zeg maar dat wij onze emotie ook kunnen uiten via onze muziek. Waardoor wij ook honderden andere mensen kunnen raken met dit. En zo te zien is het ook gelukt, want mensen die voelden zich wel emotioneel geraakt door onze muziek. En dat is wel heel tof. Van over, terwijl jij stresst om welke kleren je draagt. En dat je eten niet smaakt, stress ik om shit, kan ik wel eten vandaag. Mijn peper is laag, dat is wat ik vreselijk haat. Mijn neem is geplaatst, maar nog steeds die fucking leeg en ik vraag. Het is heel anders voor ons, zeg maar. Want normaal gezien doen wij helemaal verschillende optredens. En dit is echt ook iets voor, je zag ook oudere mensen, je zag jongere mensen. Je ziet in principe iedereen bij elkaar. En het is heel tof om alle verschillende gezichtsuitdrukkingen ook te zien en alle verschillende emoties die je ziet tussen jong en oud. Hey, is dit waar het me brengt? In de koud is het echt akelig. Ja, niet dat de oorlog leuk was. Hoor. Nee, ik zweer zeker niet wel mee. Maar ik ook niet. En het is echt belangrijk dat we dat hebben gezien. Allee, binnen een paar jaar zien er misschien geen mensen meer die dat kunnen navertellen. Nu zijn we in het Talbothuis. Hier kunnen de soldaten even rusten en zich vermaken. We hebben eigenlijk alles al in de klas geleerd en nu hebben we alle uitstappen gedaan. Ik heb meer respect gekregen voor wat de soldaten hebben gedaan in de Eerste Wereldoorlog.